Hallo. Hi. Alles goed? Ja, met jou? Ja, goed. Mooi. Je kijkt mij strak aan. Heb ik je wat misdaan? Goedemiddag, dames. Vous êtes prêts? Allez, allez, allez. Alors, c'est parti. Bonjour. Comment ça va? Vous êtes prêts? Alors, c'est parti. Aïe, aïe, aïe. En we zijn zo blij. Ja, zeker. Wat is je positie? Ja, voorin, links, rechts, buiten, spits. Wat is je chocoladebeen? Links. Hoe oud was je toen je dacht dat je prof zou worden? Toen ik dacht dat ik prof ging worden? Nou, toen was ik wel 2. Toen dacht ik eigenlijk al dat ik later prof ging worden. Hoeveel goals kon je gemiddeld per seizoen? Oeh, dat is een lastige. Dat verschilt. Dat was vroeger meer dan nu eigenlijk. Ja, hoger niveau. Meer concurrentie. Welk getal horen? Oh, gemiddeld. Zeg ik toch wel 8. Bij welke clubs heb je gespeeld en waar speel je nu? Ik heb bij ADO Den Haag, Twente. En nu speel ik bij Bayern München. Hoeveel interlands heb je achter je naam staan? Ik denk 36. Dames en heren, Lynette Berenstein! Are you ready? Oh, mooi. Ja, dit is ook wel een beetje mijn figuur. Ja, pas precies. Hoe bereid jij jezelf voor mentaal op een wedstrijd? Eigenlijk niet. Ik heb niet echt dat je denkt dat ik iets speciaals heb of iets. Het is gewoon, ja, je gaat elke wedstrijd gewoon hetzelfde in. Je denkt gewoon aan wat jij kan en je weet wat je zelf kan. En daar bereid je je eigenlijk het beste op voor, van dat je gewoon je ding moet doen. En dan ga je het veld op en dan... Ja, dan ga je gewoon voetballen. Vooral niet veel nadenken eigenlijk. Vandaag is ook een wedstrijd tussen ons en ik zie aan jou, je hebt een beetje afstand. Je mag dichterbij komen. Ik bijt niet, hè. Ik ga je zo meteen wel klaren met een paar challenges, maar voor de rest bijt ik niet. Dat hou ik echt niet van. Tu parles français? Nee, helemaal niet. Waarom niet? Ik speel in Duitsland, hè. Spreken we Duits. Hey, Bayern München, wacht even. Bayern München. En jij speelt bij Bayern München. Je doet gewoon kapot relaxed. Ja. Je speelt gewoon bij Bayern München. De grootste club van Duitsland. Ja. Toch? Ja, samen met Wolfsburg dan. Van de mannen is het wel... Zeg gewoon, luister, Bayern München is het grootste van Duitsland. Jullie gaan als Europees kampioen naar het WK. Ja. Is dat dan extra druk? Of juist... Zoals jij net gewoon, jij staat gewoon van, wat is er? Nee, speelt natuurlijk wel dat je Europees kampioen bent. En dan heb je automatisch meer druk dan normaal. Maar uiteindelijk ligt het gewoon bij jezelf. En moet je als team gewoon... Ja, relax blijven en vooral niet al denken dat we er al zijn. Want een WK is natuurlijk heel anders dan een EK. En je moet je altijd maar weer bewijzen op grote toernooien. De vrije trap. Ja. Ja. Ik daag je uit voor de vrije trap. 3 pogingen. Verliezen krijg een piek op het oor. Om en om schieten. Oké. Okay. Ging je jezelf al indekken? Luister, no mercy, hè. Je weet toch, we kennen elkaar niet, maar ik doe alsof ik jou altijd al ken. Ik geef je gewoon bakka's, alles, hè. Mag. Zo ben ik ook. Ja? Ja. Maar echt, no, deze gewoon op. Echt hard gewoon. Ja. Ik zie dat je oorbellen in hebt, gewoon op die oorbel. Zo. Nee. Steen, papier, schaar. Comme ça. Bonjour. Comme ça. Enchanté. 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 Bonjour. Enchanté. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Bonjour.
Mannetje die ik heb neergeschoten, die blijft op de grond. Ja. Als ik aan de beurt ben, moet hij weer omhoog. Ik heb hem omlaag gehaald, dus je krijgt zeg maar bonne chance. Oké. Okay. Ja, doe alsof je blij bent. Yes. Ik wil heel graag nog een keer schieten, maar ik wil ook gewoon een piek op je oor. Wat wil jij? Camera is daar hoor, je moet niet je oor achterover laten zien. Eigenlijk geen van beide. Nee. Maar je mag hem geven. Ja. Waar sta je, wat doe je bij het Nederlands elftal? Jullie hebben een vrije trap in scoringspositie. Mm-hmm. Waar sta je, wat doe je? Nou ja, ik ben niet degene die de vrije trap neemt meestal. Dus dan sta ik toch wel in de positie van als die bal dan ja, door de keeper ergens heen getikt wordt of iets, dan sta ik meestal wel op de goede plek. En dan een heel bijzonder moment. Jullie krijgen een penalty. Waar sta je, wat doe je? Nou, penalty, dan sta ik hier 16 meter. Mm-hmm. En dan loop ik in als degene gaat nemen, want ik ben niet degene die hem neemt. Nee. Maar heb je hem dan, zeg maar, sta je dan stil en dan ga je rennen? Of ga je, nee, zeg maar... ik sta altijd wel wat verder van de 16, ja. Zodat je een aanloop hebt om, ja, om te sprinten. Dan ben je meestal sneller dan iemand die stilstaat en dan moet sprinten. Oké. Okay. Er zit een logica achter. Ja. Weet je wat ook logisch is? Dat we nu penalties gaan nemen. 3-3. Okay. Verliezen krijgt een piek op het oor. Ik had je net niet zo goed geraakt. Nee, klopt. Maar oefening baart kunst. Zeggen ze, ja. Ja. Het is niet met alles. Steen, papier, schaar, wie er mag beginnen. Oké, okay, gaan we weer. Wacht. Steen, papier, schaar. Ik wist, want dat had je net gedaan, dus nu ben ik. Boom. Ik heb je gezegd, no mercy. Dan heb ik ook geen genade. De kijkers willen toch juist zien dat jij wint. Dus ja, ik help je daarmee. Ik denk dat de bondscoach aan het kijken is en als je penalties wil nemen, dan is dit je moment. Ah! Kijk hoe ik jou mentaal heb gepakt. Kijk hoe ik jou mentaal heb gepakt. Zo doen wij dat. Ik zou wel een hoek kiezen hoor, als ik jou was, anders ben je elke keer te laat. Nee, niet luisteren. Ik zou echt een hoek kiezen. Wat is jouw achtergrond? Surinaams toch? Mm-hmm. Dus je neemt deze zeg maar voor spek en Surinaamse bonen. Precies. Ja, nou. Nee, oké, hij zat er wel goed in. Zat er wel goed in. Is er één team waarvan je zegt, nou, die wil ik echt absoluut niet tegenkomen tot aan de finale, of zelfs niet eens in de finale, ik wil ze gewoon helemaal niet tegenkomen, want dit is echt een lastige tegenstander. Dat is wel een lastige. Nou ja, er zijn wel een aantal ploegen die gewoon, ja, die gewoon echt goed zijn. En ik denk dat die ook wel op het WK zullen laten zien dat ze wel echt een van de beste landen zijn, waaronder Amerika natuurlijk. Mm-hmm. En ja, Duitsland is ook altijd een pittige ploeg en ik ken natuurlijk heel veel speelsters van Duitsland en ja, die hebben ook gewoon een goed team. Maar ik heb niet dat ik denk van, oh, die ploeg wil ik echt absoluut niet tegenkomen. Nou ja, wil je wereldkampioen worden, dan moet je van iedereen winnen. Comme ça, je suis. Bravo. Wie zijn jouw drie voorbeelden wat voetbal betreft? Op nummer 3 staat... Oeh. 3 voorbeelden, ja. Ik heb er eigenlijk geen... Ja, echt op nummer 3. We gaan echt een ranking. Dan zeg ik toch wel... Neymar. Nummer 2. Mbappé. Nummer 1. Ja, dat is toch wel echt Ronaldinho.
Waarom Ronaldinho? Ja, ik ben eigenlijk sinds kleins af aan is hij mijn idool. Het is echt, ik keek altijd naar hem, hoe hij voetbalde, zijn skills, echt, ja. Je gaat gewoon glimlachen. Ja, precies, daarom. Omdat ik genoot er gewoon van, nog steeds. Als je eraan denkt, daarom lach ik, dan geniet je gewoon hoe hij voetbalde vroeger. En hij speelde echt gewoon met zijn hart en deed gewoon echt alles. Zelfs als je zou denken dat het niet zou lukken, lukte het bij hem. En daarom, ja, hij is en blijft toch wel mijn idool. Hard heb jij moeten vechten om international te worden? Hard, ja, hard. Het is, de weg was niet altijd makkelijk. Het is natuurlijk met vallen en opstaan. Maar ja, je bent nog steeds elke dag hard aan het werken om gewoon ja, nog op de top te blijven. En het is echt niet altijd makkelijk. Wat is voor jou echt een tegenslag geweest? Blessures. Ja, echt heftige blessures? Of, Nou, dat klop ik af. Maar dat gelukkig nog niet, eigenlijk niet. Maar wel blessures waardoor je wel dingen mist. Ook gewoon belangrijke bij de club. Momenten, ja, zeg maar. Precies. Ja. Dat is wel heftig. Hoe trots ben jij dat je international bent geworden? Trots. Ja, echt trots. Ja, dat is eigenlijk. Ja, er zijn eigenlijk geen woorden voor hoe trots je daarom bent. Linette, wie wordt de beste speelster van het WK? Ja, dat is een moeilijke. Ik zal hem invullen. Linette Berestein. Nee, wat bedoel ik dus? Nee, dat zou ik dus nooit zeggen van mezelf. Dus als jij het zegt, dan vind ik het prima. Wie wordt topscorer van het toernooi? Dan hoop ik toch wel dat het iemand uit ons team is en dan ga ik toch wel voor Lieke Martens. Wie wordt wereldkampioen? Ja, let it dan go, zeg ik toch let wel it go. Wij. Ja, nou ja, het moet toch wel, ja. Nou, dan zeg ik toch wel Nederland. Ja. Het is tijd om wat weg te geven en niet zomaar iets. Een gewone shirt van Oranje Leeuwin, Linette Berestein. Die ga jij ondertekenen en ik ga ze vertellen wat ze daarvoor moeten doen. Nummer 21, alsjeblieft. Doe even een handtekening, alsjeblieft. Erop. Hoe kan je deze winnen? Heel simpel. Wil je nou dat dit shirt van jou wordt? Laat dan in de comments hier beneden achter waarom jij dit shirt verdient. Laatste challenge. Ben je ready? Ready ja, geboren. Precies. Oké. Okay. Steen, papier, schaar. Wie er mag beginnen? Steen. Ik weet nog niet eens wat we gaan doen. Zie je daarachter? Kijk daar. Er zijn opeens 4 gaten. Ah. Bovenste gat, 100 punten. Onderste 2 gaten, 50 punten. Maar schiet jij de bal door mijn hoofd of ik door jouw hoofd, is gelijk klaar. Mag ik nu wel steenpapier schaar? Ja. Steenpapier schaar. Steenpapier schaar. Dus nog een keer. Hoe deed je? Zo? Knippen, man. Ik mag beginnen. Dat dus. 50 puntos. Oh joh! Nee. Wil je nog bon chance schieten? Want ja, je hebt al gewonnen. Ja, weet ik, maar wil waarom gewoon doe je droog alsof je altijd van mij wint? Het is de eerste keer dat je van mij wint, hè? Je moet kapot blij zijn. Het is die winnende, zeg ik maar. Ik ben ook kapot blij. Okay. Maar ik wil gewoon nog een keertje schieten, toch? Oh. Je was mooi. Voor niks wou ik zeggen, maar dat is niet waar, want het is tijd voor payback. Jij mag lekker gaan trakteren. Oh, al deze lieve kindjes die hier zijn. Pas op. Over je hoofd heen. Mijn ja, hoofd heen. Zo. Oh. Het gaat helemaal fout. Alles gaat fout. Naar, weet je wat wel goed gaat? Het laatste woord. Want die is helemaal voor jou. Nou, dan wil ik jou eigenlijk wel bedanken voor deze leuke dag.
Kijk eens. Wil je misschien ook een cakeje? Nee. Ik heb ze speciaal voor jou meegenomen, nee, namelijk. Ik ben aan de lijn. Ja. Maar ik denk al die kinderen daarachter. Nee, en deze bewaar ik straks voor jou, want jij moet die ook eten. Ja, is goed. Nee, maar ja, het was echt leuk om te doen. Ja. Ja. Je hebt eerlijk gewonnen, moet ik ook erbij zeggen. Maar ik wil wel een revanche eigenlijk, dus zie je volgend jaar. Is goed. Oké, okay. Afgesproken. Nou, kom er allemaal maar eentje halen. Stil op en spreek en sleutelen neer. Dijon, dat was het dan weer. Dames en heren, tot een volgende keer. Bonjour. Comment ça va? Goedemiddag, dames. Salut.